Oh, en dit is dan de pin. Dat is die pin. Wat en is die de hebben pin? We nog nu. Wel? Nee. Paniek. We hebben het aftelmoment gemist. Idioot. Daar is de kraam. En daar is de rij. Moet er even uit, jongens. Moet er even uit. Het is maandag 28 december 2020 en dat betekent dat we bijna dit pipjaar achter ons kunnen laten. Maar wij hebben iets heel leuks bedacht voor Oudjaarsdag, want of Oudjaarsavond eigenlijk. Want niemand heeft zin, of nou ja, sommigen hebben er wel zin in en dat geef ik ze groot gelijk. Maar de meesten hebben geen zin om thuis te blijven en tv te gaan kijken, want je mag toch niet een feestje geven. Maar wij gaan er toch een soort feestje van maken. Wij gaan een straatbingo organiseren, coronaproof. Want iedereen die moet op zijn eigen erfje, op zijn eigen voortuin blijven staan. En dan gaan Corina en ik die doen de entertainment. Dus wij doen de dansjes tussen de rondes door. En de muziek regelen wij. Stan die gaat draaien aan het rad. Die zit onder onze carport aan de tafel met de bingo rad. In digitale connectie met Henk. Met papa, ja ja ja. We hebben papa die gaat door de straat racen met een of andere... Oh ja hoor, lekker vriend. Papa die gaat door de straat met een grote microfooninstallatie met Remco. Die neemt ook allemaal lichtjes mee en zo, zei hij. Ja, cool. En mama die doet de prijs wegbrengen, want daarom vertel ik dit. Wij gaan nu naar de Lidl en we gaan allemaal leuke pakketjes maken, borrelpakketjes. Want dat zijn de prijsjes, want ja, je kan niks, je kan geen stukjes worst of stukjes kaas aanbieden, want dat is allemaal niet coronaproof. Dus we doen gewoon, weet ik veel wat we gaan kopen eigenlijk nog, we moeten nog naar de winkel. Maar we gaan leuke pakketjes maken en ik heb er helemaal zin in. En we zijn het nog even, want vandaag was de deadline dat ze zich moesten opgeven. En we hadden nog iets van 5 huizen, denk ik. Ja, zoiets. Die niks hadden laten horen. Dus we hebben er toch nog eentje gescoord. Dus dat is heel leuk. En de rest die had of mensen over de vloer of die hadden andere plannen. Nou, dat is helemaal prima. We hebben ze uitgenodigd. Daar gaat het om, hè. That's the spirit. No, I think the street bingo is the spirit. Street bingo. Maar dat gaan we dus doen. Ik ben heel benieuwd hoe dat uit gaat pakken. En ik hoop dat het droog blijft, vooral. Dat ja, is dat heel, dat ook. Zou fijn zijn. Nou, ik heb niet gelet eigenlijk. Nee. Wat is de verwachting momenteel? Ja, volgens mij wel droog, kijk, maar wel koud. Ja, maar op koud kan je kleden. Allemaal, ja, dat is waar. Allemaal een haardvuurtje. Ja, en ik dacht ook, we kopen gewoon chocomel. En dat kunnen we wel, zeg maar, soort opwarmen. Van uitdelen, opwarmen. Dan doe je gewoon handschoen aan. Dat kan wel. Goed, nou, daar zijn we dus even lekker deze week over aan het bakkeleien. Verder zijn we vrij. En we zien wel verder deze week. Deze erbij, hè? Even de update. We hebben alleen worst. En we hebben heel veel dingetjes voor opto's. We hebben chippies. Oh, tootjes. We hebben nootjes. Ja, chippies moeten we nog halen. Maar misschien ook nog een klein chippies flesje wijn of zo. Wat? We hebben al chips. Ik zou toosjes. Oh. Klein flesje wijn of zo. Even kijken. Wat een avontuur. Maar we hebben het overleefd. We hebben allemaal leuke pakketjes. Die kunnen we donderdag pas maken, want alles moet eerst nog even in de koelkast. Nu gaan we aardappels schillen, want we gaan vanavond andijvie eten. Joehoe. Waarom is het druk op 30 december bij de Wasstraat? Dat is ook een boek vrij jammer. Nou goed. Het is... welke dag is het? Ik weet niet. Woensdag. Donderdag. Nee, het is woensdag. Het is woensdag en wij gingen het weer boodschappen doen. We doen alleen maar boodschappen deze... Of wat is dit nou weer? We doen alleen maar boodschappen deze week, wilde ik zeggen. En vanochtend weer voor morgen. Want het is zo dat we morgen hebben een... Morgen hebben we een bingo. De straatbingo, wat we hebben verteld. Ja, jongen, je bent... Jij kan opzij, hoor. Je kan toch gewoon naar links, jongen? Ja, dat kan hij niet. Oh, daar kan ik zo niet tegen. Hij is groter, hij kan er ook langs. Ik ga zo geïrriteerd van deze mensen vandaag. Het was ook zo druk in de Albert Heijn. Hou op met mij. Anyway, we hebben allemaal lekkere dingen gehaald. Hapjes voor Oudjaarsavond. Corinne bedacht, laten we nu wel de auto wassen in plaats van dat bij de McDonald's belanden. Dus we gaan nu door de wasstraat. Want normaal doet ze dat eigenlijk niet. Normaal nee. Doe je dat niet. Maar je wil ik graag het stofzuigen. Ik zelf te doen. Maar nu moet ik stofzuigen en ik heb geen kleingeld bij me. Dus dan moeten we wel zo. Ja, nou ja, prima. Dat doen we maar even. Ik moet even peeën. Je moet je antenne er ook afhalen. Ik moet er even uit, jongens. Ik moet er even uit. Oh, die meid. Helemaal gek. Dit filmpje slaat helemaal nergens op. Maar ik wilde gewoon even laten weten dat ik er nog ben. En dat het wel redelijk goed gaat. Oh. Got it! Oh. Oh. Got it! Oh, ik weet niet. Slum in. Oh, we hadden dit met die microfoon moeten doen. Wij willen graag nummertje 1. 1, 1, 1.
shit, sorry. Oké, hierna gaan we weer naar de Lidl. Want we moeten even wijn kopen en dunner. Want ik ga morgen zelf kapsalon maken. Daarna ga ik even mijn nagels doen. Ja, dat heb ik vorige week gedaan. Maar het gaat helemaal mis. Ik weet niet wat ik goed heb gedaan of wat ik fout heb gedaan. Sorry voor dit filmpje. Het gaat helemaal mis. Ja, jouwe. Laat het zien. Wauw. Dat is cute, hè? Hé, hey, er waren net disco lamps. Oh, daar zijn het. Oh, kijk! Oh, er is disco! Mooi. Je hebt ook echt die zonnebril nog op. Oh, daarom kijk ik van me zo raar aan. Ja, misschien wel, ja. Nou, oh, dus mooi. Kijk dan, is vet licht, man. Hoppa. We gaan voor het comfort, hè. Voor het comfort. Ik vind het wel helemaal top. Alsof je bij de Chinees staat. Ja, is er allemaal bij? Ja, ik vind het zo eng. Ik ja? Ik weet totaal niet waar ik heen ga. Ja, ik vind het echt niet leuk. Ja, maar je staat op een rails, dus op zich. Ja. Ben je tevreden? Ja, hoor. We hebben de binnenkant even helemaal gestofzooigd. En het regent super erg. Maar er is daar wel een Regenboek. Nou, snel wegwezen. Ja, let's go. Een hele goede vroege ochtend op het, op de laatste dag van het jaar. Het is donderdag de 31ste. En papa en ik die zitten op 9:00 9:00 in de auto, want wij gaan oliebollen halen. En er schijnt altijd een hele lange rij te staan. Wij hebben altijd het geluk dat onze lieve buurvrouw Carolien gaat bakken. Maar die dacht dit jaar, nee, geen zin in. Want ik geef haar gewoon gelijk. Maar nu moeten we dus gaan halen. En ik hoop dat het niet zo heel druk is, 's ochtends vroeg. We gaan het meemaken. Oh, nou het valt helemaal niet mee. Want we gaan even hier naartoe. Let op. Wacht even. Wait for it. Ja, ik wacht. We dachten dat het meeviel. Oh, ja, ze staan helemaal bij de kwanten. Papa, film dat even. Oh, ja, voor oliebollen, voelen ze aan je botten. Aan je oliebol. Voelen ze aan je botten oliebollen verstand. Oh, wat erg. Ah, moeten we dit wat doen? Jawel, we gaan dit wat doen. Ik ga hem gewoon hier neerknallen en we zien het wel. Kijk nou toch. Wat een idioot. Daar is de kraan. En daar is de rij. Oh. Nou, op zich ging het wel snel, hè pap? Ja. Het ging op zich wel snel. We hebben... Kijk eens. Lekker. We hebben pakketjes gemaakt voor de prijsjes van de bingo. En dat zijn allemaal etensdingetjes. Superleuk, hè? En daar hebben we er heel veel van. En dan die tafel... Wacht! Oh. Mag ik niet kijken? Gaat het? Ja! Nummer 13! Nummer 13. Maar Corina, die, of we gaan strakjes de tafel hier naartoe zetten. Zodat mensen in de straat ons wel kunnen zien. Helemaal leuk. Goed, dames en heren. Corina die gaat even een toertje doen. Je ziet ze als je ziet. Huh? Je ziet ze als je ziet. Is dat gek? Is dat een gekke zin? Een auto. Nee, licht op mijn hoofd wilde ik zeggen. Maar Corina gaat even een toertje doen van hoe het hier eruit ziet en wat we precies gaan doen. Daar is het kind. Nou, ik ben er klaar voor hoor. Laat ik ben zien. Klaar voor deze tour. Laat zien. We beginnen hier de tour rechts voor de kijker, ik denk links, zien we twee spots. De spots zijn gericht op het belangrijkste, het epicentrum van deze straat bingo. En dan heb ik het over dit prachtige, prachtige opzetting hier. Oh. We hebben hier een tafel, een prachtig kleed erop. We hebben twee stoelen. Die zijn chic van oudheid. is een mooie twist, hè? Ondenk. Dan hebben we hier, hier komen dus de twee spelmasters te zitten. Die gaan lekker draaien aan het rad. Wie zijn dat? Wie zijn dat? Dat zijn Stan en Karin. Stan en Karin. Dan hebben we hier een lekker verlichte ruimte, zoals u ziet, dames en heren. Ja. Een paar mooie daar nog. Daar nog, we hebben hier slingertjes hangen. En jongens, dan hier het hoofd. Ja. Ja. Ik zal hem even aandoen. Hij staat even gebarricadeerd. Gebarricadeerd. Dat was een slechte voorbereiding. Maar jongens, kijk als ik het lampje aan. Wacht. Oh, je moet wel even wachten. Ja. Daar gaat hij, jongens. In 3. In 2. In 1. Ja, die moet even opwarmen. Dat is echt zet. Oh. Want kijk, de bedoeling is dat bij ons. Door de hele straat gaan rennen. Kijk. Oeh, ja. Daar gaan ze. Dan krijg je een mooie vekkie. Dat is leuk, man. Zo ben je goed te volgen, hoor, kind. En om 8:00 gaan we beginnen en dan gaan wij door de straat. Want iedereen hier in de straat doet mee. En dan hebben we... Oh,
Hoi Sal. Daar hebben we onze quizmaster. Die gaat de balletjes draaien voor u, dames en heren. We gaan eens even zien wat hij ervan gaat maken. Dus we hebben hier ook gewoon een draadje liggen, zodat ons karretje vrolijk met ons mee. Kijk, ik zal hem even laten zien. Hè. Hier ligt hij. Ja, dan gaat hij helemaal die kant op zo. Kijk, daar ligt hij. Nou, is toch mooi? Dus het karretje kunnen we helemaal mee lopen te nemen. Dat is toch top? Ja, is echt de mooi. De prijsjes natuurlijk, de prijsjes. Ja, meisje, laat jij eens even zien die prijsjes. Wacht even, want tussendoor, ik hou op. Tussendoor gaan wij nog allemaal dansen en zo. We hebben de vogeltjes dansen, weet ik wat. Echt magisch. Nou, en de prijsjes, die hadden we vanmiddag al laten zien, maar ik zal het nog even pakken. Ja, dit is spannend, dames en heren. Een prijsje. Daar blijf je toch voor thuis? Dit is toch helemaal toppie? Ik vind het echt helemaal mooi. Kijk, als je hier dus zit, zie je helemaal niks. Maar dat geeft niet, zolang je zelf maar te zien bent. Nou, ik vind het prachtig, meid. Ik zeg nog een uur en een kwartier en dan gaan we beginnen. Spannend! Dames en heren, welkom! We gaan voor de bingo! Zag je ze? En het eerste balletje is gevallen. We gaan voor rijtje O. En het is O62. Otto 62. Over de horizon 63. 62 O. En hier hebben we de prijsjes. En daar staan. En Karin is er ook bij. Hi liefje. En Karin en Stan die gaan samen aan de ballen draaien. Die gaan even kijken wie de bingo gaat hebben lopen te hebben. Wat een mooi licht. Oh. Wie heeft er nou een ringlight nodig? Koop gewoon een spotlight. Koop gewoon een spotlight. Corina heeft echt mooie oogschaduw op. Moet je wel even je ogen dicht doen. Ja, dat is echt mooi. En een lijntje. En een lijntje. Woehoe. Zo droog. Hallo, ik ben met Bingo. Vlog via jou. Hi mees. Ja, en Tess. Hebben jullie er zin in de bingo? Ja. Ja, gaan jullie voor de winst? Ja. Ja. Yeah. Helemaal zin in. Jij hebt lekker warm pakje aan. Heb je ook hieronder wat lekker warm? Ja. Mooi haarband je in. Je moet wel even je hoofd zo, want je hebt een koud hoofd. Okay. Nou, veel plezier jongens. Oké. Okay. Doei zwaaien. Doei. Bier dat half water is in een bol en lessen met z'n allen. Dat kan niet. Welkom in de feest. Welkom op de allerleukste party van de dorp. Welkom in de feest. Nee, nog geen bingo, nog geen bingo. We gaan verder. Ik hoor een I-25. Nico 39. Lieve dames en heren, laat je nog één keer horen. En Karin ook bedankt, Stan bedankt, Corina bedankt, mama bedankt, papa bedankt en iedereen bedankt en aju paraplu! Wat een teleurstelling, dit is categorie 1 vuurwerk. Kun je op een taart zetten man? Dat was het! Nou wat sneu, doe maar. Ik ga een vuurwerkje afsteken. Yes! We afstand houden hè? Yay! Nou daar komt ie. Wauw! Ja! Dit is toch triest? Dit is echt triest voor woorden, dit. We gaan een sterretje. Oh, mag ik hem even overnemen? Ja. Even zijn nummer 3. Yeah! Ziet het er cool uit? Ja. Woehoe! Ja, het ziet er heel cool uit, Bo. Oh, doe even allemaal rondjes draaien. Ja, doe even allemaal. Hou maar niet zo hard. Bo, hoe doe je dat? Doe dat nog eens. Hoi, yo. Een paar seconden, jongens. Zie je? Huh? Nou, nee, het is niet zo... Nee. Je klok staat achter. Nee. Het is 59. Ja, het is wel... Het is 12 uur. Oh, nee. Kijk maar, 0-0-0. Gelukkig een jaar. Nee. We hebben het gemist! We hebben het aftelmoment gemist! Oh, wat erg! Hé, jongens, gelukkig niet. Het is op 2021! Kijk! Nou,
mag ik even knuffelen? Kijk. Gelukkig nieuwjaar. Nou, zeker. Gelukkig nieuwjaar, liefje. Ik hou van jou. Gelukkig nieuwjaar, mama. Gelukkig nieuwjaar, jongen. Je vuurwerk was lekker mee. Ja. Ja. Goed zo! Ja, nee. Yay! Oh, spannend, spannend, spannend! Kijk nou, Tess! De day after, rise and shine. We lagen om 2:30 in bed. En toen gingen ze onder onze carport. Hoe heet zo'n ding? Nitraat, cobra? Weet ik niet. Het was in elk geval zo hard. Ik ging gewoon 0.5 meter de lucht in. Grapje. Oh, wat is er? Oh. Mijn moeder is ondertussen Chinees aan het bestellen voor vanavond. 11:15 ochtends. Dat maakt niet uit. Het maakt gewoon niet uit. Wij gaan even opruimen buiten. Laat me met rust. Wij gaan even opruimen. En ja, goed. Ik heb lekker even mijn uggies al. Maakt het allemaal uit. Het was wel heel gezellig, hè, schat? Ja. Precies. Maar iets later worden, iets te weinig geslapen. Dus we zijn de rest van de dag... Lekker niks aan het doen. Lekker niks aan het doen. Maar nu eerst even nog opruimen. Goed hoor, schat. Ik ga het zo opvegen. De laatste van dit jaar, jongens. De laatste van dit jaar? De eerste van dit jaar. Nou. Nah. Mooi. Het is toch top. Wat een rookontwikkeling, dames en heren. Wauw. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens even wat leuks. Nou, wij gaan heel leuk nieuwjaar in. Of ik alvast. Ja. Want? Je hebt een nieuwe auto. Ik heb een nieuwe auto. Wat voor auto? Een Volvo S40. Oeh. Zijn we er klaar voor? Ik denk het wel. Oh, pooh, mooi ding. Ja, het is echt een mooie auto, Stan. Mag die open? Tuurlijk. Oh ja, hij doet het. Kijk. Dat is echt een hele mooie auto. Kijk dan. En dat is gewoon allemaal leer. En zo. En hier hebt hij een dingetje. En ik heb een microfoon meegenomen. Dit is toch fantastisch. Dit is de meest stille auto die ik ooit heb gehad. Hoe blij ben jij? Heel blij. Het is echt een mooie auto. Ik heb stoelverwarming, ik heb climate control, alles is elektrisch. En waar die op heeft gelet? Speciaal voor Bo. Een spiegeltje met lampjes. Kind, het is fantastisch. En je hebt ook als goed is Bluetooth. Ja, die ga ik nu even in. In elk geval is het kind super blij met de auto en ik vind hem ook heel erg mooi. Het is zaterdag 2 januari, Remco is jarig, mijn buurman, gefeliciteerd Remco. Maar wij gaan eventjes vandaag op pad met de Volvo. Even lekker rijden en heel eventjes gewoon eruit, want ja. Wat is dat ding, ja? Irritant. Dan moet ik hem even volpoppen. Ja. Goed, en ik zie altijd een fotopunt op een paaltje zie ik staan richting, als ik richting Harderwijk rijd. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dat fotopunt is. Dus dat gaan wij wel opzoeken. Goed, dames en heren, wij zitten in de auto. En wij gaan richting het fotopunt wat ik altijd zie. Had ik dat nou verteld, Stan? Nee, oh, weet het niet. Ik weet het ook niet. Weet je wie ook bij ons in de auto zit? Oh, jullie kunnen niet antwoorden. Hoi! Hey, ja.
Wij zitten in de auto. Dat zei ik net ook al. En we gaan naar het fotopunt. En want ik ben gewoon heel benieuwd wat het fotopunt is. Alleen ik denk dat door de mist we niet zoveel kunnen lopen te zien. Maar dat geeft niet. We gaan het meemaken. Ik heb het bordje gevonden en het heet Aardzee. Dus we gaan even kijken of we het kunnen lopen te vinden. Aardzee. Oké, welkom bij deze tour. Dat kan je echt niet verstaan. In de auto gestart van straat. Wacht even, doe maar niet echt uit. Ja. We zijn in de auto gestart en we zijn nu bij een fotopunt. We zijn bij de Aardzee. Wauw! Kijken. Einde verhaal! Dat ding is helemaal fantastisch. Maar bedankt dat je me even interviewt. Maar wil je nog de groetjes doen aan iemand? Aan de Aardzee. Nou. Anyway, José, Aardzee. We gaan even kijken wat het is. En ja, nou ja, zo beginnen we al aan ons... I'm going on an adventure! Maar Corinne en ik gaan vanaf volgende week elke dag... in elk geval meer dan 0 keer in de week. Dus een paar keer per week. Gaan we lopen. Dus dit is al een goede start. Gisteren hebben Stan en ik ook even gewandeld. En nu gaan we hier even lopen. Ik ben benieuwd. Het is een van de grootste kunstwerken van Nederland. Nou, het is ook wel een hele grote brug, moet ik zeggen. We gaan nu eens even kijken wat er is te beleven. Wat er is te beleven. Meid, vertel eens even. Ik zit in de Volvo. Ik ben even aan het cruisen, letterlijk, want ik sta op de cruise control. En we gaan even richting Bronte. Even kijken waar we ons willen zetten over een paar jaar. Leuk. Jij loopt, we gaan ook voor jou oriënteren. Ja, thanks hè. Dus dat gaan we even doen, maar het rijdt prima. Mooi, je moet hier zo naar links. Ja, gaan we doen. Okidoki. Goed, wij gaan iets anders doen vanavond. Normaal doen we gewoon lekker spelletjes en zo, maar nu ook. Ja. Alleen we gaan nu een online escape room doen. En ik ben helemaal benieuwd hoe dit werkt. Let's go. Beste lezer, mijn naam is Jonathan Bruin, maar waarschijnlijk ken je mij? Kenny Mini. Ja, de jeetje. Je moet alles onthouden, hè? De jeetjes zijn anders. We moeten pen en papier hebben. Ja, je moet echt alles onthouden. De ei is het niet. Stanley gaat schrijven. Dus. De brief. Mooi handschrift. Dit is de brief. J is dik gedrukte. Dik gedrukte. We worden nu al helemaal paranoia. De. I. Okay. Oké, ik ga lezen als ik de I is een J, ja? Ja. Mijn naam is Jonathan Brown, maar waarschijnlijk ken je mij niet. Ik ben de buurman en een vriend van jouw onlangs overleden oud-oom Leonard. We zitten in het huis, ja, jongens. Beter. Kan je er niet op klikken? Nee, maar hier kon ik wel klikken op de lamp. Oeh, klik op de lamp. Oh. Oh. Kijk, oh, we hebben dus... Dus we moeten eventjes die ding opschrijven. Even kijken, even uitzoomen. Oké, hint. Hier zijn 2 puzzelstukjes te vinden. Ze lijken zelfs aan elkaar te passen. Deze heb je later nodig. Oké, moet ik het opschrijven? Ja. Ja. Nou, deze en de D dan. Maar klik daar, wat als je erop klikt, wat doet hij nou? Waar bewaar je dan? Oh, wow, okay. Je gaat naar de kelder. Ik wil terug. Wacht even. We gaan even terug. Ja, want je moet even terug naar de... Ja, want hier... Die R. Ja. Zijn puzzelstukken in. We hebben dit. Dit moeten we ontcijferen, want het hele ding is, er staat in de hints dat het hier niet in past. Dus Corinna zegt net iets heel nice. Okay. Wacht, laat me het even goed draaien. Check. Volgens mij moeten we van de bovenste rij de bovenste helft en van de onderste rij de onderste helft. Dus dat betekent dat je dan hier krijg je dan een R. Want je hebt zeg maar die van die en dan dat. En de O blijft dan een O. Je begint met die en dan heb je de bovenkant van die X, dus Roy. Dit wordt een, de onderste helft is dit en de bovenste helft is dat driehoekje. Ja. En dit wordt dan een L, dus Royal. Komt-ie, hè? Royal. Volgens mij hebben we dan hier te maken met dit. Ja, precies. Heel goed, Stan. Jij volgt me. Dan hebben we hier weer die A. Gekke A zo. Ja. En dan hebben we een I en weer een L. Dus we hebben Royal Mail. Royal Mail. Wow. Ja. I got a Braveheart. Maar wat goed. Ik zat hier echt naar te staren en ik dacht...
Nou, die had ik ook nog even niet gezien, denk ik, hoor. Ik voelde me deze, hè? Daarom hebben we Corinne, die is altijd goed in dit soort dingen. Oké, okay, nou, Royal Mail. Royal Mail. Schrijf op schilderij, want dat hebben we bij het schilderij gevonden. Nee, ja, bij het schilderij. En het 37. 37 of 35? Ja. 37 hoorde ik. Ik hoorde ook 37. Ik hoorde echt 37. 37? Is, wacht, stop. Nee, dat doe ik zo. Nee, dat kunnen we zo meteen wel doen. Oké. Okay. 23. Yes, yes, yes. Yes, oké, okay, we zijn door. We hebben, jullie zijn goed bezig, voor het gaan opstaan en verder gaan. We hebben de kluis gekraakt. We jawel. We hebben best wel veel opgeschreven al. We hebben heel kijk, veel kijk, opgeschreven. De kluis lopen. De kluis. Oh, dit gaat dicht. Helemaal enthousiast. Kijk. Oké, okay. Geachte heer mevrouw Field. Dus wij heten Field. Wisten we dat al? Nee. Wij heten Field. Het spijt me om te horen dat Leonard onlangs is overleden. Hij heeft mij verteld dat er iemand zou mailen om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke jachthut in de bossen. Ik was in afwachting van deze dag. Kom naar de winkel, dan breng ik je naar zijn jachthut. Ik hoop dat je vindt wat je zoekt. Emma, let op. Open deze link even op je computer. Om verder te spelen. Oké, okay, we hebben dus net dit gedaan. Voornaam, achternaam, plaatsnaam gemaild. We gaan naar de jachthut! We zijn bij het jachthuis! Ik vind het helemaal spannend! Oké, okay, there we go. We gaan naar binnen. Naar binnen. Spannend. Oh, dit komt terug in het notitieboek. Ja. We moeten serieus op Google Street View. We zitten nu, waar zitten we? In Engeland. Op de A37. We moeten op zoek naar een tankstation. Een linkerhand. Een linkerhand, maar dit is echt middle of nowhere. Doe nog wel even een paar kilometertjes hoor. Ja, vind je wel ergens een bordje van een tankstation of zo? Nee. 4, 6, 8, 9. Ja. Oké. Okay. Yes. Zwitserland. Dit weten wij, jongens. Oh, en dit is dan de pin. Dat is die pin. Wat en is die hebben we nog nu. Wel? Nee. Paniek. Dames en heren, we zijn de escape room uitgekomen. Maar niet zelf. We hebben wel op de oplossing gedrukt. Want we kwamen er gewoon niet uit. Ja, alleen de pincode. We hadden alles. Wow. Alles behalve de pincode. Van de, niet van de telefoon, want dat zagen jullie maar op het einde. Moest je helemaal nog een pincode van de... Ja, het jachtdagboek. Het jachtdagboek, ja. We kwamen er gewoon niet uit. 8 pagina's, gevulde pagina's. Ik weet het niet. Kom. Nou goed, we hebben in elk geval op de oplossing gedrukt. Misschien kunnen we ze een mailtje sturen. Ik wil het wel echt weten. Het is wel een leuk reviewtje schrijven. Ja, want het is wel echt een leuk spel. En het is nu al 9:45, we begonnen om. Nou, het was 7:15. Nee, zoiets. We zijn echt gewoon mee bezig, even een tijdje mee bezig geweest. Maar wel leuk en echt een aanrader. Het heette het familiegeheim, had ik via Social Deal. Dus dat is wel heel leuk. Beetje donker, maar we zijn weer thuis. En we gaan gelijk even de vlog afsluiten, want morgen is het zondag. En dan gaan we echt even lekker een leuk Glee kijken, want we lopen weer een beetje achter. Dus dat gaan we lekker doen morgen. In elk geval wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Als je hem leuk vond, doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal hier beneden. En dan zien we jullie weer volgende week. Bye. Doei!